Oh, maar dat is goede druk van Brobby. Die moet nu gewoon zelf doorlopen. Brobby, tik hem af. Almada, zet het op slot. Oh, dat is heel jammer. Daar zijn we weer, dames en heren. Het is weer tijd voor een nieuwe FC 24 Ajax Career Mode. We gaan door waar we gebleven waren. Volendam staat op het programma. Dat zagen we in de vorige aflevering ook. Die gaan we simuleren. En wat we gaan spelen is in ieder geval Leverkusen. Ik denk ook wel Twente. En dan hebben we deze maand er weer op zitten. En dan, volgende maand zien we ook weer wat interessante wedstrijden. Beker tegen Twente. We zien AZ, PSV en Feyenoord. En dan komt er nog, als we doorgaan in de Europa League, nog Europees voetbal bij. Dus dat wordt een pittig maandje. Maar goed, voor nu staan er in ieder geval sowieso Leverkusen en Twente op het programma. Mochten jullie er zin in hebben, klik dan vast op dat duimpje omhoog. En dan gaan we nou gauw verder. Het is nu wedstrijddag. Volendam heeft maar 7 punten. Staan er niet goed voor. Dus ik wil dit gaan simuleren en wat wissels gaan gebruiken. En dat moet ook wel, als ik zo kijk naar de vermoeidheid van het team. Somerville laten we maar wel staan. Fitzjim op de plek van Taylor. Vos op de plek van Rosario. Rensch daar voor Roberto. En dan kan Veldman daar op de plek van Soutalo. Kaplan op de plek van Hato. En Sosa op de plek van Meijer. Ramai laten we hier staan. Ik ga Weghorstje starten in plaats van Brobby. En dan kunnen we Rijk of misschien wel een keertje meenemen op de bank. En datzelfde geldt voor Van Brugge. Die nemen we ook mee op de bank. Kunnen Gods en Brobby in ieder geval uitrusten voor de wedstrijd tegen Leverkusen. En zelfs hiermee denk ik dat we gewoon moeten kunnen winnen tegen Volendam. Ik zit nog even te kijken, wil ik iets anders aanpassen? Maar denk het niet. Ik denk dat ik dit wel zo kan laten. Hiermee gaan we simuleren tegen Volendam. En het is 1-1 met Taylor, een pleistertje, een blessure, Weghorst de doelpuntenmaker. Almada heeft er volgens mij een pingel gemist, dat is niet best. Dat is echt niet best. Ik had wel beter resultaat verwacht. We hadden veel meer balbezit, veel meer schoten, veel meer kansen. En dan eindigen we met een kleine 1-1. Heeft niet per se invloed gehad op de stand. We staan nog steeds eerste, maar Twente zit wel in onze nek te hijgen. 1 puntje achter. We hebben 66 en 65 punten. PSV 63 punten op het derde plek. En dan Feyenoord op 4, 59 punten. Nou, dan gaan we nou door in Europa League. We hebben die eerste wedstrijd natuurlijk 0-3 gewonnen tegen Leverkusen. En toen zei ik van, nou, ik speel wereldklasse, maar ik zit te denken een niveau hoger te gaan. Bij deze zei ik dat maar gewoon gedaan. Hij staat nou op legendarisch. En we zien wel hoe het gaat. Ik hoop dat ik nog steeds een beetje prima en degelijk kan spelen. Maar dat is even afwachten. Taylor is 7 weken niet beschikbaar. Jezus, dat is wel lang. Dat had ik niet per se verwacht. Veldman die is blij dat hij speeltijd krijgt. En Brobby zegt, coach, als je me niet vaker selecteert, overweeg ik hier weg te gaan. Je hebt nog steeds een plek in de selectie, maat. Je staat grotendeels basis. Wat ben je nou aan het zeuren? Nou, dan is het nou wedstrijddag tegen Leverkusen. Kijken hoe we de blessure van Kenneth gaan opvangen. Oh, ik word echt gek van Traoré en Ziyech. Ik heb een derde optie nodig daarachter volgend seizoen. Nou, dit is Zwoegel op die rechterflank. Kijk, hier kan ik gewoon altijd een gods neerzetten. Is misschien niet super ook in zijn algemeen, maar hierdoor groeit hij wel door al die speeltijd. Valt nog wel mee hoe hard dat gaat, maar het gaat om het idee. We gaan Olij natuurlijk weer laten keepen. De verdediging is gelukkig wel fit. En dan hebben we hier dus Taylor. En dan Vos, die stuurde me al een berichtje dat hij wil spelen. Dat ga ik denk ik ook maar even doen. Iets stabieler in de verdediging. En dan nemen we Unuvar mee op Banky. Verder gaan we Van Brugge misschien maar meenemen in plaats van Somerville. Al vind ik dat ook wel riskant. Heel erg riskant. Somerville nemen we toch maar gewoon mee. Als het een eredivisiewedstrijd was, had ik het overwogen. Een stuk meer als nu. Maar ja, ik wil toch wel zo sterk mogelijk aantreden. Ik zit alleen soms een beetje met dat middenveld. Zou Rensch daar uit de voeten kunnen komen? Of krijgt hij direct zo'n groot uitroepteken? Nou, het zou misschien wel kunnen trouwens. Misschien moet ik een keer gaan trainen. Ik ga Rensch gewoon overwegen mee te nemen voor op die verdedigend middenveldspositie. En dan is dit ons bankie. En dit hier de opstelling. Hopelijk kunnen we ons staande houden tegen Leverkusen. Laten we naar de aftrap gaan. Nou, here we go. Nu in de arena. Wij mogen aftrappen. We zijn begonnen. Leverkusen, nu een aanval. Spelen af. Goed schot. Oh, waarom reageert mijn speler niet op die bal? Ik had die willen wegrossen. Nou is Leverkusen nog steeds gevaarlijk hier. Bij onze 16. Oh, Chaka draait langs onze man.
Jezus, ik kom niet eens in de buurt van die bal. Wat een combinatiespel. En dan rammen we maar over de achterlijn. Oké, Leverkusen weer. In de aanval. En what the fuck was dat? Ja joh, doe even normaal. Holy moly, hij draaide gewoon op een gekke manier langs mijn man. Opeens was hij er gewoon voorbij. Gelukkig schiet hij dan op de lat, maar goed, we staan flink onder druk. Ja, wat is dit zieke verschil tussen wereldklasse en legendarisch? Ik bedoel, ik zet hem omhoog om hem inderdaad moeilijker te hebben. Maar kerel, ik kom niet eens aan de bal. En als ik hem heb, dan ben ik hem ook vaak snel weer kwijt. Goed, nou hebben we hier misschien een countermogelijkheid. Brobby wordt dan wel weer naar de vleugel gedreven. Daar hou ik niet van. Dat is een goed balletje. Almada, oké. Ik mag niet klagen. 1 counter en ik sta wel weer direct voor. 1-0, maar het gaat echt zwaar. Mijn eerste kans ligt er dan toevallig in. Almada met een goal. Maar er zit een groot gat tussen wereldklasse en legendarisch. Wereldklasse voelt als amateur in vergelijking met deze pot. 1-0 wel. En daar ben ik blij mee. Almada met de goal. Nou, we gaan rusten. Niet veel kansen gehad. Wel een voorsprong. 1-0 dus in de arena tegen Leverkusen. Nou, ik denk wel dat we die overwintering veilig aan het stellen zijn. Maar we moeten wel beter voetballen. Hier komt Leverkusen. Over het vleugeltje. Oh, blok het schot. Goed zo, Ato. Come on, eindelijk balverovering. Scheidsfluit gelukkig ook niet. En dan kunnen we hier misschien... Oh, wat een kutbal. Oh, maar dat is goede druk van Brobby. Die moet nu gewoon zelf doorlopen. Brobby, tik hem af. Almada, zet het op slot. Oh, dat is heel jammer. Nou, hebben we wel een hoekschop. Almada. Slingert hem de 16 in. Kopballetje. Naast en over. Yo, Boniface dribbelt even mijn hele flank voorbij. Hoe is het mogelijk? Gelukkig zitten we daar... Dit meen je niet. Pingel? Waarom? Wat gebeurde daar? Wat is dit? Laten we eens kijken. Ah, hoe is dat een penalty? Auwe. Nou ja... Ik dacht, mooie voorsprong. Ik geef andere spelers kans. Weghorst erop voor Brobby en Unuvar voor Traoré. Hopelijk gaat dit nu niet tegenwerken. Pingel nu dus. Oh, die neemt hij heel snel. Oh, ik dacht, hij kijkt naar rechts. Dus dan schiet hij daar. Maar dan schiet hij naar links. Oh, jammer dat het op deze manier moet. Dit was zo'n onterechte pingel. Man ligt echt zo snel op de grond. Nou ja. Het zal ook wel. Griezmann hier. Schiet hem binnen. En dan is de stand hier 1-1. Maar staan we in totaal 4-1 voor. Hier gaat het Silvano Vos ineens op avontuur. Oh, ik zag alleen iemand meer vrijstaan. Nou, daar komen ze weer. Leverkusen. Kom maar, dat is een goede tackle. Scheidsfluit nu niet. Prima. En dan is Gods hier. Gods is altijd snel. Weghorst is daar. Dat is een goede bal. Weghorst, doe maar power shot. Doe het maar gewoon. Oeh, goede redding van de doelman. Ah, daar komt de tweede hoor. Ja. Ai, 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 ai. Ik zag dat gat in één keer ontstaan. En met zulke ruimtes, dan vliegt hij er gewoon in. Griezmann hier met zijn tweede deze wedstrijd. Het zou zijn eerste moeten zijn. Ik blijf het zeggen, onterechte pingel. Zwaar onterechte pingel. En dan wordt het misschien nog spannend met de Leverkusen wat langzaam terugkomt in de wedstrijd. We moeten vasthouden. 2 verdedigende wissels aan mijn kant. Soetelo eraf voor Veldman en Rens erop voor Roberto. Verder breng ik ook nog Summerville erop voor Gods. Ik weiger nog een tegendoelpunt te krijgen. Goed verdedigd. En dan fluit hij af. We verliezen 1-2. Maar in totaal gaan we nog wel door naar de volgende ronde. Omdat we die vorige wedstrijd goed hebben gewonnen. Nou, ik ben benieuwd wie onze volgende tegenstander gaat zijn. Maar we krijgen eerst nog Twente in deze speelmaand. Pittige wedstrijden. Zeer pittige wedstrijden. We krijgen 1,2 miljoen voor het halen van de volgende ronde in de Europa League. En we zien hier dat... manager, luister. Ik weet dat je beslissingen in de wedstrijd om een bepaalde reden neemt. Maar waar sloeg dat op? Mij eruit halen. Ik weet echt zeker dat we een goed resultaat tegen Leverkusen hadden gehaald. Als ik de volle 90 minuten... op het veld had gestaan. Oef. Brobby is aan het muiten. Dit is niet best. Ik heb je elke week fit nodig, vriend. Daarvoor doe ik het.
En dan hebben we hier Vos. Ik wil je even bedanken dat je me op het teamformulier hebt gezet. Jammer van het resultaat, maar ik heb alles gegeven. Het gaat niet altijd zoals we willen, vriend. Nou, dus Twente. Dit is ook een hele belangrijke pot voor de Eredivisie-titel. We gaan het dus natuurlijk spelen, maar we zullen wel wat dingen moeten aanpassen. Och, jezus. We hebben en interlands en een blessure. Wat is dit dan voor lijpdom schema? Holy hell. Dit slaat nergens op. Nou goed, Weghorst gaat starten. Deze speler heeft interland. Ja, waarom denk je dat ik Brobbie eruit haal, vriend? Voor Saus? Nou, Rijkhoff. Dan Weghorst hier. Oké, dat werkt wel. Dan zien we hier Somerville. Ah, die moet je ook gewoon in één keer naar de reserve gooien. Het is er ook wat in deze game. Nou, dan Van Brugge mee. Die gaat ook maar starten, want Gods is vermoeid. Ziyech eraf voor Onuvar dan maar eventjes. En dan gaan we Traoré maar gewoon starten daar. Taylor eraf voor Fitz Jim. Kan ook niet mee op de bank. Oi, 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 ik heb niet eens meer middenvelders. Bruh, nou. De Rensch. Hato moet ook rusten, dus Kaplan komt erop. En Veldman erop voor Soetalo. Oh, ja, dat kan wel, maar hij moet eerst weer... Oh, dit is zo dom. Hato. En dan nu Veldman. En dan mag het wel. Oké. Okay. Dan hebben we nog Olij die niet mee mag. Dus nemen we ons keeperstalentje Giesbers mee op het bankje. Oeh, dit wordt een hele interessante wedstrijd met deze opstelling. Sosa nog even voor Meijer. En dan gaat dit het denk ik maar gewoon worden zo. Gekke opstelling. Gek bankje ook wel. Maar het is gebrek aan materiaal door interlandwedstrijden. Hoe kunnen we een interlandwedstrijd hebben en Eredivisie spelen op hetzelfde moment? Iets in... dit moet echt beter in FC 25. Ik heb toen al een keer gehad dat ik 3 wedstrijden achter elkaar had. Gewoon echt letterlijk op 3 opeenvolgende dagen. En nou dit. Dit gaat helemaal nergens over die schema's in deze game. Maar goed, hiermee moeten we het doen. Rosario is wat vermoeid. Zal de wedstrijd niet kunnen uitspelen. Hetzelfde geldt voor Traoré. Oi, oi, oi. Ik ga veel moeten wisselen op de keuzes van uithoudingsvermogen. In plaats van echt qua hoe ze spelen in de wedstrijd. Maar goed, we gaan het maar proberen. Op naar de wedstrijd tegen Twente. Here we go, uit in Enschede tegen Twente. Die mogen gaan aftrappen, we zijn begonnen. Alright, goede verovering daar van Traoré. Traoré, ga maar door jongen. Je krijgt ruimtes daar op die vleugel. Heel veel ruimtes. Nou moet je hem aftikken. Nog een keer, tik. Oh, hij komt aan. Schot geblokt, koppen we. Nee. Countertje. Twente, hier moeten we voor uitkijken zulke momenten. Sosa sprint mee. Oh, dat is interessant voetbal. Fancy paasjes daar, hoor. Twente wat nu al voor aan het uitsloven is met de hakjes en de dingetjes. Dat is niet fijn om tegen te krijgen, maar goed. Ze doen maar. Zolang ze niet scoren is het helemaal prima. Jezus, er wordt mijn partij rondgetikt hier. Holy moly. Ram die bal weg dan. Wat de hel, waar wachten ze op? Ja, dit is toch een onzin. Je zit me hier op die knoppen te spammen om een bal weg te werken. En ze reageren er niet op. Ai, 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 ai. We moesten hem tegenkrijgen en de game heeft zijn zin gekregen. Kijk dan. Ga lekker in het veld trappen, debiel. Nou, Twente met de goal. Nou, hier is Van Brugge. Tikt hem naar het midden. Oh, daar is een open Weghorst. Die moet het doen en die doet het ook. Boutje Weghorst. Brengt ons gelijk op gelijke hoogte. Daar hadden we niet veel tijd voor nodig. Heerlijk. Nou, is de wedstrijd direct terug bij af. Alsof er niks is gebeurd. Van 0-0 naar 1-1 door Wout Weghorst. Hier komt Twente weer. Gek schot is naast. Wat is dit nou weer? Hoezo nu weer een vrije... Ik zag het niet. Laat het weten in de reacties als je het hebt gezien wat daar gebeurde. Oh, ah, die jagen ze toch het publiek in. Twente. Oh, dat is een goede voorzet. Oh, goede redding ook daar. Oh, no. Oh, my lord. Dit is wel echt slecht uitverdedigd van mezelf. In plaats van kruis had ik hem gewoon moeten wegrossen. En dan lever ik hem zo onbenullig in. Toen ik die bal zag gaan, had ik zoiets van, ja, dit gaat hangen. Dit gaat gewoon keihard hangen. En dat gebeurt ook. Kijk. Oi. Ja, vrij inschieten. Ik ga er niet meer tijd aan besteden. Goal voor Twente en ze staan weer vol. Twente gelijk weer in de aanval. Ik word weggespeeld door fucking FC Twente. Dit is toch ook niet gezond?
Nou ja, in het echt zijn ze best gewaagd. Dus misschien klaag ik onterecht ook. Maar ik... Oh my lord. Het verschil tussen wereldklasse en legendarisch is groot. Is echt groot. Zo makkelijk dat alles ging op wereldklasse. Nou, we gaan rusten. En een 1-2 achterstand. Of 2-1 achterstand. Twente speelt thuis. Ik zie daar iemand gaan. Dat is Roberto. Die is mee op de vleugel. Daar is ook een Woutje Weghorst in het centrum. Die kruipt terug. Maar daar is nog een optie. Oh, goede redding van Hoenderstal. Nou, Traoré die hier klaar staat om een hoekschop te nemen. Slingert hem voor. Naar Veldman. Oh, misschien hier. Weghorst kopt. Oh, we hebben wel weer een nieuwe hoekschop. Almada. Tikt hem naar Roberto. Rosario. Hier is Almada. Schot gaat naast. Yo, wat is dit? Ik word helemaal kapot gespeeld nu. Nou, 3-1 Twente. We gaan verliezen. Dit is niet best. Dit is echt niet meer. Ja, dag. Ik ga dit gaan we niet kijken. Zo'n irritante celebration. Ugalde. Ja, prima spitsje ook wel. Prima spelertje bedoel ik dan in ieder geval. Oh. Ze domineren je op wereldklasse. En de eerste twee potjes op een niveautje hoger. Word je helemaal naar de scheid gespeeld. Helemaal kapot gespeeld. Oké, ik zet een tackle in en mijn speler gaat daar zelf gewoon bij liggen. Wat gebeurt hier nou allemaal? Hele rare wedstrijd. Ja, sprint gewoon langs mijn verdediging. Of dribbel langs mijn verdediging alsof er niemand staat. Elke verdediger die een tackle inzet, besluit een tackle een meter naast erin te voeren. En zo staan we 4-1. Ik ben helemaal klaar met deze pot. Op deze manier kan ik toch maar gewoon beter spelen op wereldklasse met de mod aan. Wat is dat voor aanslag als je 4-1 voor staat, vriend? Dit gaat toch nergens over? Nou, het is einde wedstrijd. We gaan met 4-1 verlies van het veld tegen Twente. En dit verschil tussen wereldklasse en legendarisch is mij te groot. Ik kan nog beter weer de gameplay mod aanzetten van Fiverr en terug op wereldklasse. Dat domineer ik ook niet hele wedstrijden. Kan ik ook gewoon verliezen of gelijk spelen. Maar word ik niet compleet afgeslacht. Ik weet niet hoe dat verschil tussen wereldklasse en legendarisch zo insane groot kan aanvoelen. Maar dit is niet normaal. Het is niet normaal hoe hard ik hier van Jetje heb gekregen. 4-1 voor Twente. Nou, zo speel je twee wedstrijden op legendarisch en verlies je ze beide in de aflevering. Niet best, maar ik hoop dat jullie het wel leuk hebben gevonden. Als dat geval is, klik op het duimpje omhoog en deel deze video. Dat kan mij enorm helpen. We zijn namelijk nu bij het einde, dus als je nieuw bent en je wil meer zien, abonneer dan ook even. En als je dan op het belletje klikt, zet je notificaties aan, hoef je helemaal niks te missen op dit kanaal. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan, later.